Wees nu te gast aan tafel bij Barend en Van Dorp. Het is woensdag, 11 april. Dit is Barend en Van Dorp. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Zo rond de klok van 10:15. We zijn wat vroeger in verband met dat alles inloopt met het warme weer. Frits, hallo. Ja, beetje een leuke dag? Ja, een leuke dag gehad. Wat is je nieuws? Henk, mijn nieuws komt vanavond, alle kranten hadden het, maar mijn nieuws komt uit het Financieel Dagblad. Het gaat over Cor Boonstra en de kop luidt: Justitie onderzoekt voorkennis Boonstra. Nou, dat kan. Het OM heeft net vandaag een zaak verloren. Toevallig ken ik iemand die daarbij betrokken is. Een oud voetballer van Ajax Nereveen, Dirk Visser. Die is vrijgesproken. Dus is die volgende kop van het Financieel Dagblad toch wat voorbarig. Boonstra gooit met onzorgvuldig handelen naam te grabbel. Volgens mij moet hij nog voorkomen. Arie van Os, de penningmeester van Ajax tot oktober. Goedenavond, meneer Van Os. Wat is uw nieuws van de dag? Mijn nieuws is op sportief gebied. En dat was dat ik vanochtend las dat er een speler is geweest die een persconferentie ging beleggen. En daarin ging vertellen dat hij nog jaren bij zijn club bleef voetballen. Nou, dat is de eerste keer dat dit gebeurt. Ja. En als dat gevolg gaat krijgen, dan krijgen de journalisten de komende maanden druk. Ja. Hendrik Jan van Dorp. Ja, Frits komt ook gaat ook over Boonstra, komt uit de Volkskrant. Ik wil een klein stukje voorlezen, want je had het net over de eventuele voorkennis van de heer Boonstra. Een citaat. Waarom zou hij zo'n groot risico nemen om een paar grijpstuivers te verdienen aan de koersstijging van het aandeel en de mol? Zelf had ik dit nooit gedaan. Aldus Nina Brink. Rick van der Ploeg, staatssecretaris cultuur en informele kleding. Wat is uw nieuws van vandaag? Ik vind het behoorlijk formeel. Nee, dit is wat formeel, ja. Nee, precies, nee, dat ging je maar weer zomaar vanuit. Ik heb het Kun je lezen? Ja, het is een beetje een lullig stukje. Maar het schijnt dat ik kom uit Amsterdam wonen. Dan heb je een taxicentraal Amsterdam. Dat is een monopolist eigenlijk. Gewoon deels. En de chauffeurs van de taxicentraal Amsterdam die krijgen voorlichting. Er is namelijk een deal geweest tussen de gemeente en de TCA. Dat zou zijn dat de standplaatsen opengesteld zouden worden voor andere taxis. Alleen de taxis zelf, die weten dat nog niet. Dus ze krijgen voorlichting van de gemeente. Dat vind ik zo bizar. Ja. Dus ik dacht, ik vind dat nieuws. Dat is ook nieuws. Ja. Sanderijn Sels is schrijfster en schaduwpremier van ons land. Goedenavond. Wat is je nieuws van de dag? Mijn nieuws is dat de euthanasiewet is aangenomen. Dat vind ik goed nieuws. Maar vandaag kwam de reactie van het Vaticaan dat het een macabere keuze was. En dat vind ik dan weer heel slecht nieuws. En ik hoop dat niemand daar naar luistert. Maar je had toch niet anders verwacht van het Vaticaan? Nou ja, maar ze noemen het ook absurd. Dus ze weten het helemaal niet meer te plaatsen wat er aan de gang is. Wees blij dat ze dat zeggen, dat is duidelijk. Dan maken ze zichzelf belachelijk. Ja. Jan Mulder. Mijn nieuws is deze advertentie van Sieren. Ja. Dat die hebben het voor met een betere samenleving, Frits. En hier geven ze richtlijnen wat ik allemaal moet doen voor een betere samenleving. Ik zal er even een paar opnoemen. Organiseer een bingoavond in de buurt. Geef geld aan een collectant. Organiseer eens een festival in plaats van een feestje. Help een bejaarde oversteken. Ja, voor je het weet zit je in de bak, hoor. Laat toeristen stad en land zien. Buurthuis zoekt B-acteurs, dat zijn wij doen. Word de stem van een lokale omroep. Organiseer een sponsorloop. Dat wemelt dus van die dingen die zij goed voor de maatschappij vinden. Echt, kunt u daar iets aan doen, staatssecretaris? Nee. Valt dat onder u? Resorteert dat onder u? Geeft in ieder geval geen subsidie aan, geloof ik. Goed zo. We krijgen ze ook niet, hè? Nee. De stelling luidt, u heeft het al gehoord, de eventuele voorkennis van de heer Boonstra. Onze stelling luidt vanavond: Cor Boonstra had geen voorkennis, maar kennis. U kunt ons bereiken via www.rtl4.nl/Barend en Van Dorp. Marianne Timmer, vandaag werd bekend dat jij jouw schaatsploeg, de DSP-ploeg, gaat verlaten. Jij zit nu in Los Angeles, daar hou je vakantie? Ja, klopt. En waarom ga jij weg bij die ploeg waar je net 1 jaar lid van was? Nou ja, bijna zoals iedereen weet wel aan problemen geweest. En Sorry, maar dit is niet te verstaan. Ik moet je even onderbreken. We gaan je opnieuw bellen, want
wij Geluid en Baarden van Dorp, dat schijnt soms daar niet is, met elkaar overeen te komen. Wij moeten subsidie aanvragen. Maar Jan, we bellen je zo terug als het goed is, want je bent niet te verstaan. Filmpje alsjeblieft. En als het goed is, gaan we het nog een keer proberen. Net alsof we de televisie vandaag hebben uitgevonden. Marjan Timmer vanuit Los Angeles. Ja, hallo. Dit is beter. Ja. Waarom ga jij je ploeg nu al verlaten nadat je er net 1 jaar lid van was? Nou, we hadden einde van het seizoen toch een aantal problemen. En mijn huidige coach heeft laten weten niet meer met mij te willen samenwerken. Nou, dan houdt het op als er verder niet zoveel veranderd kan worden. Dan is het tijd om weg te gaan. Ja. Jij bent daar goed betaald. Je was toch nu professional. Heb je iets achter de hand? Nee, het is zeker ook niet makkelijk om zomaar afscheid te nemen. Want ja, ik had natuurlijk een goede sponsor aan DSB. En ja, ik heb verder. Ja, ik moet nu op zoek naar een andere sponsor. En ga je daar een ploeg nog omheen maken? Of wordt het een heel klein alleenstaand ploegje? Ja, ik denk toch meer een iets kleinere ploeg. En wie wordt jouw trainer? Nou, dus ik heb een goed contact met Wopke. En ja, ik denk dat wel een goed samenwerkingsverband wordt. Wopke de Vecht. Want jij laat dus, jij bent dus een vrij principiële sport in het van, want jij laat dus heel veel geld liggen nu. Ja, maar mijn medailles zijn niet te koop. Ja, die zullen wel te koop zijn, maar niet die ik graag wil verdienen. Ja. En dat is goud. Nog één vraagje, voordat we jou verder vakantie laten vieren. Jan Bos, de sprinter, die ongelooflijk veel kritiek had ook op de hele gang van zaken, blijft. Is dat mag je dat merkwaardig noemen? Nou, persoonlijk vind ik het wel iets merkwaardig, maar hij zal zijn redenen daar zeker wel voor hebben. Dankjewel. En als je, zullen we afspreken als je terugkomt van vakantie dat je hier aan tafel komt? Oké, gezellig. Oké, veel succes bij het zoeken naar een sponsor. Bye. Bye. Arie van Os, er bestaat een overeenkomst tussen u en de heer Boonstra. U bent allebei op afscheidstournee. U bent vroeger bij de beurs betrokken geweest. U heeft het Hoekmansbedrijf van de Molen groot gemaakt, mag je eigenlijk wel zeggen. Tot wat het nu is. De heer Boonstra heeft ook kennis van de beurs. U bent vroeger ook commissaris geweest van toezicht, zoals dat heet. Wat vindt u van deze hele affaire, Boonstra? Ja, wat vind ik daarvan? Laat ik één ding voor opstellen. Ik denk dat misbruik voor kennis moet met alle mogelijke middelen moet aangepakt worden. Waarom? Omdat iemand die een goed vertrouwen aandelen koopt, die moet ervan overtuigd kunnen zijn dat iemand die verderop woont, dat hij dezelfde kennis heeft als die hij heeft. En als dat niet zo is, dan ben je bezig om het hele beurssysteem te ondergraven. Dus ik denk dat met alle mogelijke middelen moet het aangepakt worden. En dat roepen we al 10 jaar. Maar het grootste probleem in dit is dat voorkennis komt dagelijks voor. Maar de bewijslast is heel moeilijk te verkrijgen. Nou, en daar ligt het grote probleem. Is voorkennis als je eventueel Sylvia Toot tot je vriendenkring hebt, die commissaris was van Endemol? Dat hoeft geen voorkennis te zijn. Maar die kant ga je snel op. En het enige wat ik dus niet begrijp in het geheel is dat mensen die dergelijke posities hebben, dat die aandelen kopen waarvan ze kunnen verwachten dat het misschien tot problemen kan leiden. Met andere woorden, als ik meneer Boonstra ben,
was geweest, dan had ik mijn vermogen aan een maatschappij gegeven en had ik gezegd van dat moet je goed voor me beleggen. Maar wij vinden het ook en dan, zo. Ja. En dan kan je ook nooit aangesproken worden. En in dit geval vraag je om problemen. Nou, iedereen weet dat meneer Boonstra is vermogend. En die zit niet te wachten of hij een miljoen meer of minder dat kan verdienen. Dat weet je dus niet. Nou, ik neem aan van niet. Ja. Ik vind het een onbegrijpelijke zaak. Als straks bewezen wordt dat hij voorkennis gehad heeft en dat hij daarna gehandeld heeft. Maar kun je het bewijzen? Dat is een hele slechte zaak. Ja, dat is, natuurlijk is het te bewijzen. Er zijn zaken die te bewijzen zijn. Maar er zijn vandaag weer drie mensen vrijgesproken. Het grootste probleem wat in de beurswereld geldt is dat er te weinig mensen verstand van zaken hebben. En we hebben dus een stichting Toezicht Effectenverkeer, de STE. Ja, die is de zaak aan handen gemaakt, hè? Die heeft de zaak aan handen gemaakt. Alleen daar zitten mensen in. En ik wil niet... Ik bedoel, dat zijn capabele mensen. Maar als je op de beurs gewerkt hebt, dan weet je ongeveer waar de problemen kunnen liggen en waar je naar kijken moet. En ik heb geconstateerd de laatste jaren dat er te veel mensen bij de STE zitten, vind ik, die te weinig verstand van zaken hebben, waardoor ze naar de verkeerde dingen kijken. Ja. En waardoor op een gegeven moment bewijslast, die er misschien best zou kunnen zijn, die wordt niet bovengehaald. Maar nogmaals, u zegt, dit kun je bewijzen. Dit kun je toch volgens mij nooit bewijzen, want het gerucht over N. de Mol ging al heel lang, dat er misschien een overname was. World Online werd genoemd, uiteindelijk werd het een Telefonica. Ja. Kun je dan bewijzen dat hij gebruik of maakt van kennis eventueel van Sylvia Toot? Dat is toch niet te bewijzen? Dat is wel te bewijzen. Ja? Ik denk dat het wel te bewijzen is. Als blijkt dat 1 of 2 dagen voordat de overname, het bord van Telefonica kwam en de heer Boonstra heeft een aandeel gekocht, dan is het... kan je dus zeggen van ja, dat is toevallig. Nou, sommige dingen, ja, dat kan je dus zeggen. Maar het blijft, wij vinden het zo vreemd. Maar dat is een dusdanig bewijs, dat denk ik. En dan moet je ook naar de hele effectenportefeuille kijken. Ja. Ik bedoel, ik heb een aantal zaken ben ik als getuige opgeroepen geworden. En dan zie je bijvoorbeeld dat iemand die nooit in effecten gedaan heeft, dan plotseling op een moment zijn hele hebben en houden in effecten steken. Ja. En dan in een bepaald aandeel. Dat noem ik dus bewijslast. Wij vinden het zo vreemd, omdat Boonstra altijd gezegd heeft, ik ben voor doorzichtigheid, je moet heel helder denken daarin. Ja. Je moet daar je nooit op begeven in dat pad. Nee. Zijn er toch niet zo stom? Zijn nou, daar begon ik net mijn verhaal mee. Dat mensen met een reputatie als de heer Boonstra, vind ik, die moeten zorgen dat ze niet de kans lopen om hiervan beticht te worden. Dus laten we nou eens een avond aannemen dat hij niet zeg maar voorkennis gehad heeft. Ja. Dan nog zeg ik, van je moet in die positie moet je dat je nooit in de waagschaal stellen om die... Is het op een gegeven moment niet zo dat je bijna zelfmoord moet plegen om geen voorkennis te hebben? Nou, dat is waar. Maar, goed, maar overal komt die informatie toch goed, vandaan. Maar mensen in een dergelijke positie, die weten dat. En die moeten dus dan... Er zijn toch andere mogelijkheden om je geld te beleggen? Ja. Door wat ik dus net zeg. Maar met aandelen? Ja, natuurlijk. Je kan, als je wilt, kan je naar de eerste, de beste bank kan je toe. Ja, maar dat sluit toch niet uit dat je ook die voorkennis door kunt sluizen? Nee, want dan belegt de bank... De bank die belegt voor jou zo goed mogelijk. Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat jij nooit telefoneert met die man die dat belegt voor jou? Nee, dat doe je niet. Want jij zegt... Maar als je dat wel doet... Dat doe je dus niet. Maar als je het wel doet, dan moeten degene die bij wie jij het geld in beheer hebt gegeven, die moet zeggen, meneer Boonstra in dit geval, van u wilt nu Endemol kopen, van ik zou dat maar niet doen, want de relatie met mevrouw... Maar dan zou je dus nooit meer mogen spreken met jouw vertegenwoordiger voor die aandelen. Als jij dus je geld in beheer geeft van en je wilt de schijn vermijden. En het wordt in het verleden is dat veelvuldig gebeurd. Dat mensen met een groot kapitaal achter zich, die geven dat geld. En die vertrouwen degene aan wie ze het geld overdragen. Dat die op een goede wijze beheert. En dat wil dan niet zeggen dat die beheerder best aandelen en de mol had kunnen kopen. En dat hij goed inzicht gekregen. Maar dan heb je daar... Maar hoe vaak mag je dan met zo'n man spreken? 1 keer per jaar? Regelmatig, maar niet om... Ja, nee, maar dan die gesprekken... Dan mag je alleen in het algemeen spreken. Dan mag je in het algemeen spreken waarin je wilt beleggen. Of dat dus bij wijze van spreken, als ik meneer Van Os bel, 's middags mag ik niet 's avonds Ajax aandelen kopen. Bijvoorbeeld. Ja. Rick van der Ploeg, jij bent econoom. Nu wel de staatssecretaris van cultuur. Volg je dit soort zaken? Ja, zeker, met grote belangstelling. Ja. John de Mol belt je op en zegt: hou je mond, maar we gaan waarschijnlijk overdragen. Telefonica gaan wij verkopen aan Bertelsmann. Ja. Als media staatssecretaris vang je natuurlijk veel op. Ja. Ja. Sterker zo. En de Mol heeft me op de dag zelf ook laten weten wat er gebeurde. Daarvoor ving ik al gerucht op. Daarom vind ik dus dat politici nooit mogen handelen in aandelen die hun portefeuille raken. Geldt voor journalisten ook.
Want je kan een bedrijf de koers omhoog schrijven en je kan een koers omlaag schrijven. Dus journalisten moeten geen aandelenportefeuille hebben. Die kunnen wel naar een fonds van de Postbank gaan, of ze kunnen op een manier doen zoals u dat zegt. Maar bij Boonstra is het een beetje raar. We zijn natuurlijk erg verliefd op mevrouw Toot-Gaken uit. En misschien spreken ze niet over zaken, maar dat zij commissaris was bij Endemol, moet hij toch wel geweten hebben. Hè? En dan vind ik het op zijn minst gezegd eigenlijk behoorlijk onhandig. Dat hij daarin gedeeld heeft, heeft toch de schijn tegen zich. Volledig. En de schaduwpremier van ons land, wat vindt hij daarvan? Oh, ik begrijp wel dat je het in alle tijden die schijn moet vermijden. Maar wat me sowieso altijd verbaast is dat grootkapitaal, dat blijft maar vergaren. Die Boonstra heeft waarschijnlijk al 1000 stropdassen, paren schoenen, bril, monturen. En dan denk je, dan kan je toch wel net even die aandelen laten liggen die nou net rot zijn. Waarom moet je dan eigenlijk nog zo'n klapper willen maken? Hebzucht. Ja, maar is die verleiding dan toch niet groot? Je zit er zo dichtbij. Nee, die behoort niet groot. Nee. Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat iedereen met elkaar borrelt. Gezien is die verleiding lekker groot. Lekker in het casino. Die hebben het allemaal over hun eigen aandelen, volgens mij. Ik ben hiermee bezig. Maar als de man in opbelt, die zegt 10.000 gulden, je kan daar 25.000 gulden van, doe je het niet? Nee, dat zegt hij niet, denk ik. Nee, maar je hoort geruchten. Bovendien zijn er bedrijven die ook afhankelijk zijn van overheidswetgeving, een stukje bescherming van de markt of zelfs subsidie. Je weet of het ingetrokken wordt of niet. En dan kan je call- of put-opties kopen op zo'n bedrijf. Dan kan je een grote slag maken, als je wil. Nou, dat vind ik dat politici zeker niet horen doen. En ik vind het de top in het bedrijfsleven. Nu was de heer Boonstra aan het eind van zijn carrière. Dus het reputatieverlies is natuurlijk ernstig voor hem als commissaris dadelijk. Ja. Hij had ook een aantal commissarissenplekken had hij in de aanbieding. Ja, ABN en Amro in Heineken. Dat is nou een beetje moeilijk natuurlijk. Dus hij had het niet moeten doen. Duidelijk. Maar als jij het nou, je hoort het. Je hebt het gehoord van Endemol. Ja. Stel ervoor, je belt je beste vriend. Dat is toch nooit te controleren? Nee, dat is moeilijk te controleren. Maar je beste. Het is natuurlijk zo. Commissarislanden zijn. Ik ben zelf ooit commissaris geweest. Bij een relatief groot bedrijf. Er zijn er maar een paar honderd van in Nederland. Die kennen elkaar allemaal natuurlijk. En ik spreek dus ik vind dus ook dat commissarissen misschien daar extra. Alert op moeten. Ja. Heb je aandelen Ajax? En gaat u ze binnenkort verkopen? Bij inschrijving. Ja, verkoop ik het? Verkoop ik nooit. Nee. Je moet aandelen wel. Dat snap ik niet. Als zij wil verkopen, die verkopen, dan moet jij dat van tevoren aangeven. Zeker. Dus als het een goed bedrijf is, dus er corporate governance geweest, de commissie Peter, zal hij precies moeten aangeven wanneer hij niet gaat verkopen. Omdat gechat kan worden, of hij mogelijkerwijze. Dan mag je er ook heel veel meer bij kopen. En dan mag er nog maar binnen een bepaalde termijn. Mag je ook net zoveel aandelen kopen als je wil? Als ik dat zou dat mag alleen maar binnen een bepaalde termijn. Waarvan iedereen dus kennis heeft kunnen nemen van bijvoorbeeld cijfers. Of andere zaken, fusies, en dan mag je dus als iedereen de kennis bezit die ik bezit. Nee, maar op een gegeven moment weet u bijvoorbeeld, het kan nog 3 maanden duren, maar we gaan Grunkia verkopen. Ja. Dus dat aandeel gaat omhoog. Wij weten dat niet. Ben je de enige die dat weet. Ja, maar ik mag dan geen in aandelen handelen. Nee, maar je zegt dat is binnen een termijn. Die termijn is er een termijn. Er is een termijn waarbinnen ik mag handelen. Dan ben ik evengoed nog gebonden aan de modelcode die we je moet ondertekenen. Dus wanneer ik kennis mocht hebben waarvan ik weet dat jij die niet hebt, mag ik niet in die aandelen handelen. We moeten het ook nog even toch over Ajax hebben. Wat was het mooiste moment, 12 jaar penningmeester bij Ajax voor u? Ja. Wat het was mooiste moment? Ja? Persoonlijk? Het mooiste moment was het binnenhalen van de sponsor ABN. Wat was het mooiste moment? Omdat in een periode waarin het slecht ging met Ajax. Wat lach je nou, Rieven op Ploeg? Ja, ik heb hetzelfde. Nee, ik ben niet zo'n sportliefhebber, maar ik denk dat gaat wel een van de wedstrijden genoemd worden. Nee, of zo. Ja, dat dacht ik ook. Ik dacht meteen Europa. We hebben nu over Ajax als club. En natuurlijk gaat het om de sportieve resultaten, maar daar ben ik niet voor aangetrokken bij Ajax. Ja. En waar het mij om ging, is dat in een periode waar het financieel slecht ging met Ajax, als je dan in staat bent om een sponsor als de ABN binnen te halen, dan weet je dat daarmee je niet meer failliet kan gaan, zeg ik dan maar. En dat je daarmee ook andere sponsors binnenhaalt. Want die gingen, omdat de ABN sponsor werd, gingen die ook achter ons staan. Ja. En daarmee is het succes van Ajax begonnen. Aan welke speler heeft Ajax het meest verdiend? Aan welke speler heeft Ajax het meest verdiend? Ik denk aan de gebroeders De Boertjes. Toch? Hoeveel was dat ongeveer?
Nou, dat heeft in de kranten gestaan. Ruim 40 miljoen. 40 miljoen. Ja. Hebt u daar geen spijt van dat u dat zo op de spits hebt gedreven? De boer is de boer, bent u voor naar... Hebt u een arbitrage laten uitspreken? Ja. Ja. Grunkjaar daarna, al die spelers mochten daarna gewoon weg als ze weg wilden. Ja. Odyssee, hebt u daar geen spijt van dat u met de boer... Nee, dat totaal zo op de spits niet. Hebt gedreven? Totaal niet. Omdat de reden is omdat, de punt 1, de boer is net een contract had ondertekend... en de champagne was net opgedronken. Ja. En daarna begonnen ze te mekkeren. En daarbij kwam dat... dus dat was punt 1. En punt 2 was het zo dat andere spelers, onder andere van de Sar... Wanneer ik makkelijk toe had gegeven aan de boertjes... dat Van der Sar dan ook weg had gegaan op dat moment. Ja. En dat heeft hij me ook verteld. Ja. Dus Van der Sar zei tegen mij... denk erom, meneer Van Os, als u denkt dat u zo de boertjes kan laten gaan... ik heb mijn contract medegetekend met de wetenschap... dat u met goede spelers bezig bent, onder andere de boertjes. Ja. Dus dan wil ik ook weg. Maar dan komt daarna Grunkjaar. Ja. Die zegt, ik wil bij spreken niet weg, ik zou nog wel willen blijven. En dan zeg je, ga maar wel weg. Dat is gelogen. Iedereen weet dat Jesper Grunkjaar... een half jaar geleden al in de belangstelling stond voor Chelsea. Ja. En toen hebben wij gezegd van wij willen Grunkjaar niet verkopen. Nou, u weet in de voetballerij, als eenmaal dat woord gevallen is van verkopen, dan blijft het zoomen. En wij merkten al dat er al besprekingen waren geweest tussen mensen om Grunkjaar naar Chelsea te brengen. Nou, en dan kan je kiezen, dan kan je hem aan zijn contract houden. Met wat u met de boertjes gedaan hebt. Wat we met de boertjes gedaan hebben, met alle problemen van dien. Of je kan zeggen, oké, als we dan de prijs kunnen krijgen van Chelsea die wij hebben willen, dan mag je gaan. En we moeten daarin eerlijk zijn, als dan op een gegeven moment Chelsea dat bedrag wilde betalen dat wij ervoor willen hebben. En wij bellen dan Jesper Grunkjaar op, 3 keer gebeld en we krijgen zijn vriendin aan de telefoon. En wij vragen of Jesper Grunkjaar hem terug wil bellen. Nou, u weet hoe voetballers zich meestal gedragen. Dat terugbellen, dat doet hij, dat wordt niet gedaan. En als dan de zaken... Ja, is dat ook bij u? Ze bellen ook u niet terug? Nee, ze hebben mij ook niet teruggebeld. Nee. En als dan de zaken nemen van Grunkjaar, meneer Morabito, de huisvriend van meneer Beets, de eigenaar van Chelsea. Ja. Als die dan de speler niet ingelicht heeft, als het zo mocht zijn... dan heb Jesper Grunkjaar wel recht van spreken. Maar niet naar mij toe, maar dan naar de zakenbenemer toe. En snap je dit, Rick van de Ploeg, dit verhaal? Ja, ik volg het wel, maar ik snap het niet helemaal. Nee, maar dat hoeft ook niet. Dat hoeft ook niet alles. En voordat we naar de reclame gaan, wat was uw financieel grootste miskoop? Mijn grootste financieel... Cabrits. Hoeveel was die? Hoeveel die was? 1 meter 90. Hoeveel kostte dat? Veel geld. Rond de 12 miljoen? Koehandel. Zeker. Koehandel. En dan kon je weggooien daarna. Ja. En waarom koop je zo'n speler dan? Waarom ik die koop? Ja. Omdat ik opdracht krijg van mijn superieuren, de technische staf... om die speler te halen. Omdat het een ongelooflijke goede voetballer is... die bij Ajax 20 doelpunten gaat scoren. En ik ben een leek op dat gebied. En ik ben alleen bij Ajax betrokken uit financieel oogpunt. Ja. En ik moet zorgen dat Ajax de financieel gezond... Maar dat begrijp ik toch niet. Als ik van de technische staf... na een aantal mensen die gescout hebben horen van dit is de man die we nodig hebben, dan ben ik alleen nog verantwoordelijk om die jongen te halen en om te kijken of Ajax het kan betalen. Ja, nee. En meer maar, niet. Dan begrijp ik niet, want er is dan Gabriel, maar daarna is een hele rit spelers gekomen. Dus de trainer komt naar je toe, die zegt koop Van Halst, koop Van Laat, koop die, koop. Ja. U koopt ze allemaal en hups, de volgende trainer komt en je kan ze weer weggooien. Ja, dat is ook, dat waarom, is ook... doe je, waarom zeg je nu op een gegeven moment als penningmeester, moet je horen trainer, we hebben nu zoveel ervaringen met kopen omdat jij het wil, je gaat maar met deze spelers werken en anders kom je maar niet. Ja, dat kun je wel tegen één trainer zeggen. Maar in het hele verhaal hebben we na Van Gaal hebben we natuurlijk Olsen gehad. Ja. En na Olsen hebben we Jan Wouters gehad. En na Jan Wouters krijg je Co Adriaanse. Ja. En wie krijgt Co Adriaanse? En elke trainer neemt zijn eigen spelers mee. Maar dat dus, bepaal je toch als bestuurder. Dan zeg je, we stoppen daar nu mee. We hebben nu zoveel miskopen gehad. Wij spreken Olsen. Wouters vond de spelers van Olsen niet goed. Ja. Hups, weg. Ja. Dan komt Wouters. Dan komt Adriaanse. Zegt de spelers van Wouters niet. Hups, weg. En dan mag Adriaanse weer komen. Ja. Ja. Dan zegt er op een gegeven moment, jongens, je gaat het met deze spelers doen. Ja, dat gebeurt ook nu. Nu hebben we een technisch directeur Leo Beenhakker in dienst. En die moet zorgen voor naar de toekomst toegericht. Dat niet datgene wat in het verleden gebeurt. Dat een trainer komt binnen en die zegt van Halen mag weg. En die mag weg. En die mag weg. En die moet binnenkomen. En zegt als bestuurder niet, jongens, die vorige trainer heeft allemaal gekocht. Je gaat het daar maar mee doen. Ik doe dat niet meer. Ja, maar daar begin je ook mee. Alleen als blijkt dat de resultaten niet dusdanig zijn dat je geen punten pakt. En die trainer zegt van als je Pietje haalt, dan halen we die punten wel. Ja. En
en Jantje heb ik niet meer nodig en hij stelt hem niet op, dan kan ik moeilijk als bestuur zeggen van, en je stelt hem wel op. Maar Adriaans heeft dat dus gezegd. We hebben het even nagekeken. Jullie hadden vorig jaar op deze tijd, werd Wouters ongeveer ontslagen, 50 punten uit 27 wedstrijden. Ja. En nu weer 50 punten uit 27 wedstrijden. Ja. Dus je bent niets opgeschoten. Nee. Nee, goed, maar het is wel heel korte termijn denken. Nee, het is niet korte termijn denken, dat zijn de cijfers. Nee, en u bent een cijferaar. Co-Adriaan is een totaal andere trainer. Ja, nee, maar daar gaat het even niet om. Nee. Of Co-Adriaan zegt Wouters beter is, maar geef je alles in handen dan van Co-Adriaan. Je bent even ver. Ja, maar goed, het gaat er dus om welke spelers worden verkocht. En dan komt er volgend jaar weer een ander. Frits van Moerdenaar en waar ga je ervoor terugkomen? Want om de kosten te voor Rick van der Ploeg eruit te krijgen, hebben we reclame nodig. Dus even de stelling. Ja, de stelling luidt: Cor Boonstra had geen voorkennis, maar kennis. En daarvoor kunt u, als u het daarmee eens bent of niet mee eens bent, www.rtf4.nl/Barend en Van Dorp. Alleenstaande. Hey, hallo. Stoei, poes. www.spot.nl. Postzegelverzameling. Verzameling kopen? Ga naar spot.nl. De totaal vernieuwde koop- en verkoopsite. Simpel. Als u dit abnormaal vindt, dan moet u deze week bij Formido langsgaan. Deze Euron heet waterhoge drukreiniger, regelbaar tot 90 graden, nu 1499 gulden. Dat is pas abnormaal. Dus snel naar Formido voor de abnormale dagen. Omdat je huis nooit af is. Sorry dat ik zo laat ben, maar mijn moeder breekt in ene drak af. Midden wil mijn vriendin toch. Mem Supram wil mijn baas. Gut, zo laat al. Ik moet weg, ik moet mijn moeder nog het bad halen. Fantastisch leuke avond, wat jij? Geweldig genoten. Rambol. Yeah. Yeah, come on. Nu tweede bril gratis, inclusief glazen. In 15 years, your new television will give up the ghost. And in 5 or 10 years, your new computer and stereo will be on their last legs. The fact is, most of the things in your home, your settee, your kitchen, will be worn out in 15 or 20 years' time. Even your new car will be gone. But don't worry. 25 years from now, you'll still be sleeping comfortably in your new Heston's bed. Heston's. A good bed is a good investment. Sailing to Philadelphia, de nieuwe cd van Mark Knopfler. Sailing to Philadelphia met de hit What It Is. En nog 12 briljante nieuwe songs. Waaronder het prachtige titelstuk Sailing to Philadelphia. De stem en de gitaar van Dire Straits is terug. Sailing to Philadelphia, het sensationele nieuwe album van Mark Knopfler. Casanova. Oh nee. Afstand. www.spot.nl. Ja, zeilboot. Boot kopen? Ga naar spot.nl. De totaal vernieuwde koop- en verkoopsite. Simpel. Nee hè, tegenwind. Ook voor motorboten. Spot.nl. Simpel. Ongelooflijke televisiefragmenten en harde uitspraken van bekende Nederlanders in Heb ik dat? Morgen om 9:45. Ja, terug bij het tweede deel met de penningmeester van Ajax, Arie van Os. En de staatssecretaris van Cultuur, Rick van der Ploeg. Meneer van Os stopte mee in oktober. Stopt u er volgend jaar mee, meneer van der Ploeg? Nee, ik was niet verpand. We hebben eerst nog verkiezingen en zo, een campagne en dergelijke. Ja, maar daarna? Ja, ik stop in ieder geval dan met die baan. En dan moeten we kijken wat er dan in het vat zit voor mij. Maar u stopt in ieder geval met het staatssecretariaat van Cultuur? Ja, maar ik zou minister van Cultuur en Wetenschap zou me wel wat lijken. Oh, dus u wel willen promoveren?
Nou, ik zou graag over wat bredere thema's in het kabinet spreken. Ja, maar en... het onderwerp cultuur boeit me zeer. Dus als zij u vragen om minister van OMW te worden, onderwijs, dan zou u dat wel willen? Ja, we hebben nu natuurlijk een goede minister, maar eerst maar eens die verkiezingen winnen. Nee, kom op. Wat is uw ambitie in het volgende kabinet, als het aan u ligt? Ik moet eerlijk zeggen dat ik het thema van cultuur vind ik heel belangrijk. Nou, de wetenschap ook, ik kom natuurlijk uit de wetenschap, vind ik ook zeer interessant. Het hele thema van onderwijs vind ik zeer interessant. Dus als dat op de weg zou liggen, dan zou dat... Dus u zou wel minister willen worden in het volgende kabinet? Eerder dan staatssecretaris, omdat ik over bredere thema's wil spreken. Heb je trekjes van een masochist? Ja, maar daar zouden we het vandaag niet over hebben. Wie heeft dat? Nee, hij weet dat precies allemaal, dus dat is dan niks. Wat weet jij, Jan? Wat weet je van de zaak? Nee. Hebben jullie wat met elkaar, wat wij niet weten? Nee, ik zie Jan wel eens in Amsterdam, dus... Nou goed. Dan Jan, praat dat... ik weet echt niet wat hij nou bedoelt. Ik denk het wel. Je krijgt een hele rode kleur. We gaan gauw de volgende onderwerp. Er zijn twee orkesten Ik bedoel geweest. Dat... Nee, dat leren. Jan, verloor je nou niet? Jan, hou het nou zo. Niet over dat staatssecretaris. Nee, het gaat over die ontmoeting in Amsterdam. Laat hem even zitten, dat wil ik niet over hebben. We hebben hier twee orkesten gehad, meneer Van der Ploeg. Het Promenadeorkest en het Noord-Hollands Philharmonisch Orkest. Die hebben prachtig gespeeld. Daar is grote belangstelling voor op scholen, niet in grote zalen. Wat gaan we doen met die orkesten? Nee, we hebben dus nu... wat gaan we doen met die orkesten? Dat weet ik nog niet, want ik heb nu net een tweede advies binnen van de commissie van Hierken aan de Raad van Cultuur. En dat luidt? Dat luidt dat in Haarlem, met Noord-Hollands Philharmonisch, dat die samen zou gaan met het balletorkest. Maar ze zeggen het eigenlijk nog strenger. Ze zeggen, je schrapt het ene orkest en je zet het balletorkest daar neer. Dat is eigenlijk een overname, in U-termen. Het tweede zegt het advies, ook een inkrimping in de beurs van bijlagen. Dat betekent kamerorkest vooral. En extra geld moet dan vloeien naar al die andere orkesten. Ik ben aan het bekijken hoe realistisch dat is. Bovendien wordt er gesproken over nogal wat ingrepen bij de omroeporkesten. Daar hoor je nu heel veel acties over. Maar ik ook kijk, is een hele moeilijke materie. Want omdat ze dus al betaald worden uit omroepmiddelen... kunnen ze heel goedkoop de matinee doen, het concertgebouw. Ja. Heel goedkoop Vredenburg programmeren. En ik wil er eigenlijk ook niet kwijt. Het is ook een beetje een Gordiaanse knoop waar ik mee zit te worstelen. En wanneer ontwart u hem? Ik hoop dat in de eerstkomende weken te doen. En laat dat ze kunnen definitief blijven bestaan? Dat deed ik nog niet, want bent u voor die fusie tussen het balletorkest en het Nederlands Promenade? Ik vind wel dat er in Haarlem wat moet gebeuren. Want de meeste mensen die daar naar een orkest gaan... gaan uiteindelijk tot bij het Concertgebouworkest in Amsterdam. Het orkest dat daar was, is op zich had wel kwaliteiten... maar had moeite te zoeken naar het publiek. Maar die spelen veel op scholen ook. Maar ook en daar gaat het Concertgebouworkest niet naartoe. Ook uit noodzaak geboren. Maar wat je nu kan doen is... Het is wel leuk dat het gebeurt. Wat ook wel wat draagvlak is bij dat orkest, bij het Noord-Hollands... en bij dat balletorkest, om die samen te doen... En dan kan je echt een sterke kracht bouwen in Haarlem. Het gehele orkest blijft dan bestaan? Er zal wel gekeken moeten worden naar een goede formatie daarvan. En dat kan wel betekenen natuurlijk dat er een aantal mensen... En Promenadeorkest? Het Promenadeorkest is ook een apart geval. Daar ben ik me ook over aan beraden. Daar kan ik nu nog niks over zeggen. Maar ik ken dat problematiek. Er is nog hoop voor ze. In die zin, ik ben me nu nog open voor... Omkopen? Nee, niet omkopen. Voor de voorkennis. Voor meningen daarover. Sander Rijnsels heeft u schaduwpremier gemaakt. Van het kabinet online. Nee, ik heb haar schaduwpremier. We hebben bij Infodroom, we hebben vandaag een heel groot congres gehad in de Ridderzaal. Wim Kok heeft gesproken, allerlei mensen uit Amerika en Engeland. Dat ging over de effecten van de netwerksamenleving, zeg maar, van internet en zo. Voor de rol van de overheid. Wat moeten we doen met privacy? Wat moeten we doen met kwetsbaarheid van netwerken? Als de elektriciteitscentrale plat gaat, dan alle computernetwerken in Nederland plat gaan. De manier waarop we dat werken, krijg ik allemaal rapporten uit ministeries. Krijg rapporten van wetenschappers. Maar we dachten, ik ga ook allemaal ideeën proberen te ontlokken uit een groep van hele jonge, capabele mensen. Doet de premier dan de hele dag? Heel jong en capabel zijn. Ja, want jij schrijft ook. Klopt. Ik ben niet alleen. Ik zit met 15, we zitten met 15. Nee, maar jij bent de premier van het kabinet wat online. Wat ik de hele dag doe. Ja. Denken voor meneer Van der Ploeg. Ja, alle ideeën verzamelen. Oké, dat is goed. Wat jij met die ideeën doet, dat moet jij natuurlijk weer zien. Maar we zijn met z'n 15e. En uit die 15 mensen komen allemaal losse en vaste ideeën. En ik probeer ze een beetje vorm te geven. Noem eens één idee waarvan je hoopt dat hij het overneemt. Eén concreet idee waarvan iedereen zegt... Hey, verrek, had ik nooit aan gedacht. Ik ben niet specifiek voor meneer Van der Ploeg zijn portefeuille. Maar in ieder geval het beste idee wat wij nu hebben... is in ieder geval die privacy. Dat is heel lastig. En een goed idee wat voortgekomen is uit het kabinet online... is dat je
burgers gewoon hun eigen gegevens laat beheren. En dat wordt al wel gezegd, maar wij hebben er ook een model voor uitgedacht van hoe dat technologisch nou moet. Maar wat we dan ook hebben gedaan, en die stop wordt dan vaak niet gemaakt, kijken wat bedrijven zouden moeten doen en de overheid. Nou, en die overheid heeft dan toch wel weer een hele grote rol, want bedrijven zullen dat niet zo gauw doen, want die hebben nu allemaal hun databases met hun klantgegevens. Als jij zegt van nou, laat burgers hun eigen gegevens beheren, zijn in één keer die databases helemaal niks meer waard. Nou, dan moet je natuurlijk, dat moet je goed, begeleiden. Maar dat is toch een ideaalbeeld wat nooit te realiseren is? Jawel, want op lange termijn zijn hun belangen er weer bij gediend, als je dan weer doordenkt. Nou, en daar maken we dan een heel plan voor. Als ik doordenk, dan zijn die gegevens weer geld waard. En dan zal altijd weer mensen zeggen, nou, koop mijn gegevens maar, of hier heb je ze. Ja, dat klopt. Maar dat is dan jouw keus, toch? Ja, maar dan zijn ze toch weer bij een bedrijf. En dan kan het bedrijf toch weer, want zo gaat het toch altijd. Maar dan geef jij er toestemming voor. En als je het slim doet... Nee, ik geef toestemming voor één bedrijf. En dan blijkt dat bedrijf het weer onder te verkopen. Oké, maar dat is stap 2. En dan zeg ik wel nee. Ja, maar dat is stap 2. Dat is het toezicht. Dan vervolgens leg je het eerst bij die burger neer. Die burger geeft dat weg. En dan heb je vervolgens het toezicht erop. En dat toezicht is in Nederland gewoon hartstikke slecht geregeld. Overal toch? Ja, ik kan eigenlijk... Maar de technologie zal je toch altijd inhalen? Zal toch altijd weer iemand vinden, een hacker, die daar weer in kan breken? Ja, maar de technologie zal je toch altijd inhalen? Maar dat is altijd. Ik bedoel, je kan ook zeggen, ik verbied drugs, maar er zullen altijd couriers de grens over gaan. Ja. Maar je kan ook in technologie inbouwen. Daar moet je drugs vrijgeven. Goeie suggestie. Ja. Nee, maar nee, je kan ook in technologie inbouwen dat een bepaalde dat mensen bijvoorbeeld niet via een systeem bij jouw gegevens kunnen, behalve als je toestemming geeft. Je bent nu schaduwpremier. Zou je de politiek ook echt in willen? Nee, ik merk wel dat ik vrij politiek geëngageerd ben. Dus dat ik kijk als er iets is van, hey, wat doet de overheid? Maar wat ik daar tegenkom is het toch wel veel narcisten, hoor. Die graag macht willen. En dat vind ik een vervelende omgeving. Is hij een narcist? Nee. Nee, ik ambieer echt geen macht. Nee, zojuist waar niet. Maar ik heb wel zoiets van, goed, ik wil wat in die wereld verbeteren, maar dan niet via dat politieke arena. Dat vind ik echt elkaar de strot afbijten. Dus ja, is dat zo, politicus? Ben je een narcist ten eerste? Nou, ik moet wel zeggen dat als ik mijn tanden poet 's ochtends, dat ik wel eens met plezier naar mezelf kijk. Maar dat komt ook steeds minder vaak voor. Ja, dat je tanden poetst, dus wel gevoel voor u. Nou ja, precies. Maar ik geloof iedereen heeft wel iets narcistisch in zich. Ja. Maar het is wel zo dat als je in de politiek iets wil veranderen. Nou, je hebt nu net bijvoorbeeld privacy. Ja. Dus als je bijvoorbeeld hebt dat ik allemaal mijn medische gegevens bij mijn artsen zit, wil ik niet dat mijn werkgever dat ziet. Of wil ik niet dat mijn verzekeraar dat ziet. Als je een liberaal bent, dan zeg je misschien van, nou, het is goed dat die verzekeraars dat weten. Kunnen ze nog beter maatwerk leveren? Ik kom uit de sociaal-democratische traditie en zeg, nee, dat is slecht, want dat ondermijnt de solidariteit. Want dan krijgen de goede gezondheidsrisico's krijgen lage premies en de zwakkeren, die zijn dan de sigaren. Ja. Dus ik denk dat je daar wel een gevecht over moet aangaan. Met andere politieke partijen die daar andere meningen over hebben. En ja, dat gevecht hoort nou eenmaal in dat huis van Thorbecke plaats te vinden. In die Tweede Kamer en in die politiek daar. Om dat te bevechten, dat vind ik het moeilijk. Maar daar ga jij nooit naartoe dus. Dat gaat jou een stap te ver. Want ik ben wel een echte, wat dat betreft, een echte internetfreak. En ik denk gewoon dat je via internet binnen 10 jaar met netwerken dit huis van Thorbecke links en rechts kan passeren. Dus dan doe ik het wel op die manier. Maar begrijp ik nog goed dat jij er eigenlijk niet aan moet denken om de treinstaking eventueel als premier op te lossen? Of dat wil niemand volgens mij. Of moeten er 540.000 koeien morgen doodgemaakt worden? Dat hoeft dat voor mij, nee. Maar daar zou je ook niet mee bezig willen houden? Wat morgen bijvoorbeeld het kabinet gaat bepraten. Oh, nou, dat is wat anders, hè. Ik bedoel, met het kabinet online proberen we juist heel veel agendapunten in die politiek op agenda te zetten. Want bijvoorbeeld vanmiddag werd het congres afgesloten door de fractieleiders. En dat was als je denkt van dat zij de beslissingen over het internet in de toekomst moeten nemen. Dat is wel een betreurenswaardig. En wie was het meest betreurenswaardig? Ja, ik weet niet, eigenlijk allemaal. Allemaal? Het is heel, heel vervelend dat je een heel goed congres hebt en uiteindelijk denk je van, nou, dat zijn nou de mensen die standpunten in moeten nemen. Ja. En eigenlijk zijn ze heeft ze gelijk, Rick van der Ploeg? Was het zo zwak, die fractievoorzitters? Ja, even het doelen van... Nee, was het zo zwak? Even antwoorden. Ik kreeg het antwoord in 2 zinnen. Het doel van... Nee, meteen. Dat scheelt dan ook. Nou goed, 2 zinnen. Je mag 1 zin vragen. Nee, Frits, meteen. Het antwoord is ja. Ja. Maar het is in die zin zo dat het ook aangeeft dat in de politiek
het hele thema van al die bedreigingen en al die, die kansen die er zijn met die internet en die virtuele samenleving niet echt op het netvlies zitten van politici nog. Dat was ook de doelstelling van, het, van dat hele congres. Dus natuurlijk samen met 500 experts zaten er, kwamen de fractievoorzitters eraan. Met thema's, die is nog niet echt eerder gezien. Maar het is wel de toekomst. Ja. Iets over je, je had net even met, hoe kom je aan het imago van de womanizer? Is dat vervelend? Want laatst ook weer een column van Martin Bril in het Parool. Is dat vervelend? Ik weet niet of je dat nou vervelend vindt of zo. Het lijkt me meer een soort, soort projectie van jouw gevoelens op mij. Nou, ik lees weer een column. Maar heb ik het mis? Van Martin Bril dan? Of, Nee, je hebt het niet mis. Ik heb het niet mis. Nee. Nou ja, hoor dus je dat? Ja. Schrijf hem mis dan. Ik weet niet. Ik ben er wel benieuwd naar. Zo. Ja. Ik weet niet. Volgens mij is hij een vrouwenliefhebber, maar in die zin dat hij ze intellectueel waardeert. Ja. En ook. En de rest neemt natuurlijk de koop toe. Dat die andere facetten ook. Dat ik die ook wel aardig vind. Ja, maar dus, dat is prima natuurlijk. Moet voor het Willem-Alexander vrezen als hij Maxima tegenkomt? Nee. Maxima lijkt me. Nee. Lijkt me geen type voor jou. Nee, is wel een slimme vrouw, geloof ik. Hè. Goede economen, begrijp ik. Ja. En New York gewerkt. Dus dan mag Willem-Alexander zich gelukkig mee krijgen. Maar ben je verrast over haar analyse van jouw persoonlijkheidsstructuur? Nee, meer slightly embarrassed, geloof ik. Ja, maar, niet echt embarrassed. Wat plezierige zin natuurlijk. Ja, kom ik toch bij de gedachte, want u heeft u als meer aan tafel gezeten, dat ik steeds denk, ja, die politiek vindt hij even wel leuk, maar hij gaat iets groots en meeslepends nog in zijn leven doen. Nou ja, kan ook wel, ja. Het is zo van, ik vind dat iedereen eigenlijk ook een bepaalde plicht heeft. Maar niet echt een plicht, maar het heel normaal is om een aantal jaar in de politiek te zitten. En dat je altijd een beetje afstand daartoe moet bewaren. Er zit altijd een soort verslaving in die politiek. Mensen noemen het macht, ik vind net dat het simpel is. Maar dat je denkt dat het daar alleen om gaat en dat het op een gegeven moment ook je karakter verstoort. Is macht verslavend? Ja, ik heb er niet zoveel van mogen proeven, maar als je dat dus heel lang doet, sommige mensen zitten er 25 jaar in, dan doet dat wat met het karakter van een mens. Dan is het heel goed om er dus weer een paar jaar uit te zijn en dan misschien wel weer terug te gaan. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen, ja, en dat bereik je niet door zo af en toe een stage te doen op de Rotterdamse tram of zo. Nee. Ik denk dat je echt af en toe weer terug moet. Dus ik vind het heel goed als ik een aantal jaar politiek ga, dan zou ik weer heel graag weer eens een keertje een paar jaar in de wetenschap terug willen gaan. Ja. U hebt heel lang de macht bij Ajax financieel gehad. Werkt dat verslavend? Is het dan toch moeilijk om de afstand van te doen in oktober straks? Nee, ik heb er geen enkele moeite mee. Dat geloof ik niet. Ja. Oké, dat mag. Waarom ben je dan niet maar, twee jaar geleden? Woorden, maar, omdat ik heb geen enkele moeite mee. Kijk, er is een commissie bij Ajax benoemd. Die Ajax heeft doorgelicht. En daar kwam toch min of meer uit dat Michael van Praag nu moest opstappen op termijn. Ja, op ons advies. Op jullie eigen advies? Ja. Nee, de commissie was ook niet helemaal tevreden over jullie. Nee, voor alle duidelijkheid. Dan heeft de commissie fout gelekt. Voor alle duidelijkheid. Er is een vooronderzoek geweest. Ja. Dat hebben de commissaris bij mij gevraagd dat ik een vooronderzoek wil doen. 90% van mijn vooronderzoek is overgenomen door de commissie 2000, om te beginnen. En het bestuur heeft zelf voorgesteld om de termijn terug te brengen naar 9 jaar. En dat degene die dus zeg maar de 9 jaar gepasseerd waren, ik onder andere, dat die wanneer zij aan de beurt waren om af te treden, dat ze dan ook zouden aftreden. Ja. Dus dat is gewoon een bestuurszaak geweest. En die is door de door het bestuur zelf voorgesteld en door de commissie 2000 overgenomen. Zo eenvoudig ligt dat. Want u bent bij spreken dag en nacht geweest bij Ajax? Vroeger. Nu niet meer. Nu niet meer. Nee. Want dus, onlangs is die laatste transfer. Hebt u zich voor, is dat de eerste transfer waar u zich niet bij benoemd? Bemoeid? Ik bemoei me met elke transfer. Maar niet op de wijze zoals vroeger. Het is dus zo dat er is één commissaris bij Ajax. Die heeft de mogelijkheid om transacties tegen te houden. En dat is in dit geval de penningmeester van Ajax. Dat ben ik dus. Ja. Wat wil dat dus zeggen? Dat mocht wat nooit vals voor zou komen, denk ik. Maar het mocht in theorie. Leo Beenhakker, Arie van Eijden, Jeroen Slob. De huidige directie. Op advies van de technische staf een speler willen kopen van 100 miljoen gulden. Dan zou ik kunnen zeggen van, hey, dit brengt Ajax in gevaar en hier zeg ik nee tegen. Dat recht heb ik. Alleen, nogmaals, het zal nooit voorkomen. Waarom niet? Omdat voordat die speler gekocht wordt, er al overleg met mij is van wat de heren van plan zijn. En dan kan ik me daar wel of niet meer vierde geven. Nadat ik natuurlijk weer met mijn bestuur, CQ, commissaris gesproken heb om daar ook weer advies uit te vragen. Dus het is niet zo, ik heb niet alleen recht om dat te doen. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Vorig jaar is Jan Wouters ontslagen, rond april. En toen is Ko Adriaanse werd een paar weken later benoemd. En een paar weken later onthulde de Telegraaf in column van Jaap de Groot dat in januari reeds Leo van Wijk, de huidige baas van de KLM, ook lid van Ajax, zou op uw verzoek
Ko Adriaans reeds gepolst hebben of hij eventueel trainer van Ajax zou worden. Ja, dat is dus niet waar. Ja, maar dat schrijft hij niet zomaar. Nee, maar u moet niet vergeten dat in de 13 jaar dat ik nu bij Ajax zit, heb ik journalisten heel veel goede dingen zien schrijven. Maar ik heb ze ongelooflijk veel onzin zien schrijven. Dus Ko Adriaans was niet in januari voorzichtig gepolst door Leo van Wijk? Als dat gebeurt, is buiten het bestuur om. Zoals u weet hebben wij een ledenraad. Ja. Ja. Zoals u weet hebben wij een vijfde kolonne. Zoals u weet dat als de zaken niet dat heet dan bij Ajax. Zoals u weet dat als de zaken niet zo goed gaan, dan zijn er altijd mensen die vinden dat ze dan op moeten staan om de zaak even te regelen. Als het goed gaat hoor je niemand en dan loopt iedereen mee in de stoet. En als het even wat minder gaat, dan staan de heren op om te zeggen wat er allemaal fout gaat. Ja. En het zou mij dus niet verbazen dat achter de rug van het bestuur om misschien de mensen zijn geweest die dachten van nou, Wouters is niet goed genoeg. Dus Adriaans is onze man, dus ik ga maar eens kijken of Adriaans... Maar het gaat hier niet om zomaar iemand, het gaat hier om Leo van Wijk. Dat is de hoogste baas van KLM en ook een vooraanstaand lid van Ajax. Dus. Ja, maar dan moet u Leo van Wijk aan tafel vragen. Nee, maar hij zou het op uw verzoek hebben gedaan. Niet waar. U wist helemaal van niks. Het was puur gelogen. Het is puur gelogen. Jan Gras, Jan? Ja, ja. Want u bent ook commissaris van het stadion, dus het woord is aan Jan Mulder. Nee, onder uw bewind heeft zich de grootste verandering in de geschiedenis van Ajax voltrokken. Van de meer naar die ellende waar we nu zitten. Dat over de financiële kant hoor. Nee, maar goed, het bestuur heeft het over Jurie, Coronel en zo. Hoe is je gevoel daarover? Over deze miserabele toestand? Waarin Ajax verkeert. Ik zal u zeggen dat het weggaan uit de meer... De oorzaak uit het weggaan van de meer was omdat de gemeente in al zijn wijsheid had besloten dat het Olympisch Stadion werd afgebroken. Meneer Rontetap van de gemeente Zuid, Amsterdam-Zuid. En het stond 100% vast. Dat kunt u aan de gemeente vragen, dat stond 100% vast. Toen dat vast stond, zei Ajax, wij kunnen zonder Olympisch Stadion kunnen wij geen Europees voetbal spelen, kunnen we niks meer. Want de meer kan er 18.000 mensen. Nee, maar dan had je bijvoorbeeld ook... Dus, je hebt mooi te renoveren dus of moet, te bouwen. Nee, dat hebben we geprobeerd. Ik bedoel, als u het verhaal wil horen. Wij hebben geprobeerd om op de meer om daar een nieuw stadion neer te zetten. De gemeente zei, in verband, denk aan de Middenweg, in verband met de verkeersvoorziening is het onmogelijk om daar een stadion neer te zetten van 30.000, 40.000 mensen. Dus Ajax, u krijgt geen toestemming om een ander stadion neer te zetten. Toen hebben we gezegd, wat wilt u dan? Wilt u dat wij voor 18.000 mensen blijven voetballen zonder bestaan en weggaan? Toen zei men, nee, wij willen wel meewerken aan een nieuw stadion. Toen is er gekeken waar. Toen kwam het bij het Nieuwe Meer. Was een plek waar konden we gaan. Goed, oké, dat is allemaal duidelijk. Nou is het stadion. Maar u bent commissaris van de grasmat. Ja, dan ben ik commissaris niet van de grasmat. Ja, ik ben commissaris van het stadion. En mede verantwoordelijk voor die grasmat. Toen de bouw plaatsvond, toen heeft de Heidemaatschappij, wat nu Arcadis heeft ons verzekerd, die garanties hebben we ook schriftelijk gekregen. 100% verzekerd met de bouwers dat de grasmat, het zou een perfecte grasmat worden, ondanks dat het dak, zeg maar, tamelijk dicht op het veld ging. Want men ging met plexiglas. Dat van die grasmatten. Men ging met plexiglas ging men werken, et cetera, et cetera. Nou, wat is het geval? Het gras groeit voor geen meter. Ja. En wij hebben de zaak aan hangen gemaakt bij een arbitragecommissie. En over een maand of 6, 7 komt er uitspraak over de garantie die de Heidemaatschappij nu Arcadis in de tijd gegeven heeft, samen met de bouwmaatschappijen. En er wordt straks een uitspraak over gedaan dat zij, zeg maar, en ik denk dus dat we daar gelijk in krijgen, dat zij met die uitspraken zich tekort hebben gedaan aan datgene wat ze... Ja, maar nu zit de idioten figuur voor dat de beste club van Nederland geen voetbalveld heeft. Er zit hier een vrouw aan tafel en die zegt, ik word gek van dit gelul. Dat is oké, de grasmat, maar iedereen weet dat gras komt daar nooit meer in orde. Dus of wat voor uitspraak er nou komt of niet, daar heb je toch niks aan. Maar we moeten natuurlijk zaak niet overdrijven. Want als u het stadion, als u naar andere stadions kijkt, u kijkt naar AC Milan, u kijkt naar wat er in Nederland... Ja, daar heb ik niks met te schoven. Nee, maar u zegt nou van ja, alleen Ajax. Maar als je kijkt naar andere stadions, zie je precies hetzelfde. En ik ben ervan overtuigd, over een paar jaar spelen we op een soort kunstgras. En dan hebben we al die ellende achter de rug. Maar ik vind het een beetje kort door de bocht om te gaan zeggen, als je garanties krijgt van maatschappijen die ervoor bekend staan, als dat ze de wijsheid in pacht hebben, dan is het wel kort. Maar u hebt de laatste jaren dan niet de beste adviseurs gehad. Die grasmat deugt niet. Spelers die u hebt aangekocht moesten allemaal achter elkaar verkocht worden. Uw adviseurs zijn dus niet bepaald de topmensen geweest. U spreekt nu dus over trainers, spreekt u? Ja, en de man van de grasmat. Jawel, maar voor de goede orde, ik denk dat wij ons gelukkig mogen prijzen dat Amsterdam zo'n fantastisch stadion heeft als de Arena. Ja, nee, maar ik heb nu even over... Zal ik het even niet hebben? Ja, Frits. Nee.